Dit is nieuwsuitzending nummer 100-204. En die gaat over Donald Trump. Dat is zo gezellig dat je altijd weer een nieuwe president hebt. En daar kan je lekker over gaan lopen zeuren. Dat is dan altijd weer geinig. En we hebben tegenwoordig dus een nieuwe Amerikaanse president. Ja, daar worden ze verkozen. Hier in Europa niet. Ze hebben gewoon... We krijgen gewoon de eerstvolgende jezuïet. Van Rompuy heet die eikel. En die was een Belgische jezuïet. Ja, nou en? Je krijgt een Belgische jezuïet en dan krijg je een Zwitserse, weet ik veel wat je wil. Je hebt ook nog een Poolse jezuïet gehad. Die heeft dat fraaie werkje geschreven over kleuters neuken is een zonde. Dus dat is vergevelijk. Als je zeurt over een priester die kleuters heeft geneukt, dat is een wettelijk legaal misdrijf. Dan ga je er pak voor in. Gewoon de katholieken, kan je altijd mee lachen. Nou, we gaan nu eventjes lachen met Donald Trump. Want je ziet dat Donald Trump ontzettend aan het lachen is. En ik ga hem eventjes terugdingelsen. Waar is mijn fucking muis? Sorry. Mijn muis zegt weg. Nee. Even terug naar het begin. Dan doe en dan foodie schiening. Zo, denk ik. Maar, vond het niet echt full screen, maar goed, het maakt niet uit. Welke play dit moet ik nou hebben? Deze maar. Zien hem? Is dit gefotoshopt? Nog een keertje kijken. When Trump reached out, I know. Het is, je hoort nu, dit is een uitzending van ABC. Dat is gewoon de officiële Amerikaanse tv en die maken overal een grapje van of zo. Die Amerikanen, dat vind ik wel leuk aan die Amerikanen. Die hebben dus iets van 30.000 van hun eigen jongens gewoon laten vergassen in die holocaust. Ik, al die jongens allemaal dood, allemaal met firebombing. Ik ken het wel. Die Amerikanen die doen het niet moeilijk over. Want ze weten, het is van de paus. En alles wat de paus doet, is goed. Ah, en de paus heeft dus tegen de Amerikanen gezegd, van nou, die Donald Trump, die trek ik wel. Dus als je die nou even verkiest als president, nou, dan ben ik jullie vriend. Dan mogen jullie met 300.000... vergast worden. Of 300 miljoen. Maakt het uit. De paus wil zo graag mogelijk dat er zoveel mogelijk van ons de pijp uitgaan. Nou, kijk even, lach even lekker door. He had to be disappointed. The Pope wouldn't hold his hand either. Geinigen. Lekker lachen. Lekker lachen over de Vietnamoorlog. Lekker lachen over de... Ja, gewoon zo stom mogelijk doen. Dat is het idee van de mensheid tegenwoordig. Hè? Want als je maar enigszins een boek gelezen hebt, laat staan een geschiedenisboek. Want geschiedenisboeken moet je vooral niet lezen. Hè? Want dan snap je er helemaal niks van. Hè? Gewoon, je moet gewoon lekker naar dit soort... Nou goed. We gaan nog even kijken, want dit is ook weer eentje. Foodie Skinny. Gaat hij weer. Kijk, die lul die je hier ziet, hè. Die dan zo'n klapje geeft tegen de hand van Donald Trump. Nou, dat is genadig. Want hij was vroeger van mening dat mensen die brutaal waren, ja, die moet je gewoon martelen. Die stop je gewoon in een... dat was in die tijd van die vuile oorlog, heette dat. Met die moeders op dat Playa del Mayo, het plein der dwaze moeders. Daar is deze lul van, hè. Dus Donald Trump is hier nog veilig mee weggekomen. Eigenlijk had ik gewild dat deze paus gewoon zijn geld zou stoppen waar zijn mond zit. En dan gewoon onmiddellijk onthoofd had.
Of, jij komt aan mijn hand, ik laat je martelen, jongen. Oh, waterborden. Dat heet het toch? Waterborden? Of gewoon een elektrode op zijn kloten zetten. Wil Donald Trump is hier gewoon veilig mee weggekomen. Even ter jullie informatie. De man die je links ziet van die Donald Trump. Donald Troef op zijn Nederlandse. En die is totaal happy. Want zijn kapster. Of heeft hij een homo als kapster. Maar dat noem ik dan nog steeds een kapster. Maar die heeft het vandaag weer heel goed gedaan. En zijn tandarts die heeft er een enorme laag plastic op gesmeerd. En Donald Trump die ziet er gewoon uit lijkt $1 million. Hij ziet eruit zoals $1 million. Die paus daarentegen, die zegt, ja jongen, je loopt een beetje te glimlachen, maar ik ben verantwoordelijk voor 35.000 burgerdoden. En hoe kom ik daarmee weg? Ik hang wel hier in de ronde met mijn kruis om mijn nek en het lijkt wel wat leuk met een wit keppeltje op mijn neus. Maar hoe kom ik hiermee weg? Je ziet gewoon duidelijk dat hij heet Jorge Mario Bergoglio. Hij werkt voor de antichrist. Ja, je moet het maar willen, maar hij dus wel. Ja. En die Donald Trump, die zit een beetje plasseks te hebben in Moskou. Althans, dat wordt gezegd via de officiële media. Dat hij zich over zich heen laat urineren. Zo. Ja, ik heb daar verder geen mening over. Ik denk net als Jorge Mario Bergoglio dat hij van Donald Trump denkt. Want dat denk ik dan ook. Van, ja, je kan wel over je heen laten urineren. Maar wat word je daar gelukkiger van? Ja. En dan ga je een beetje met je doorgeurineerde hoofd. Ga je mij een beetje geil lopen maken met je pinkje. Ja, hij is gewoon totaal pissed off. Nou, laten we nog even verder luisteren naar deze mooie film. Je blijft gewoon lachen. In ieder geval met Donald Trump wel. Die snapte de humor nog van, hè. Keep on smiling, baby. Moet je kijken. Als ik nou... Ik sla mijn stem slaat helemaal over. Maar stel ik was een begeerlijke vrouw. Ja? Wil ik dan door die knokige handen van Donald Trump behandeld worden? Nee, natuurlijk niet. Dirty old man. En dat denkt gewoon Pope Franciscus. Hè? Franciscus is van... kiss me, baby. Kiss me. En niet zo'n beetje over mijn handen lopen. Hè? Ja, zo'n paus wil ook wat. Dan heb ik er natuurlijk nog één. We zijn bijna klaar, hoor. En dit is ook weer geinig. Doe even de replay en dan weer fully screen. Krijgen we nou de kunnen krijgen dat we reclame krijgen? Nee, dat valt mee. Oké. Ja, hier zie je het al, hè? Ik ben te laat met mijn pauzebutton. Sorry. Eentje terug. Ja, kijk, die man hier. Hè? Ik kan het nu. Ja, ik wijs hem maar een beetje aan met mijn muis. Die man hier, die heeft nog geloof. Die gelooft nog wel in het een en ander. En die man daar, dat is dus Jorge Mario Bergoglio, verantwoordelijk voor 35.000 burgerdoden tijdens de vuile oorlog in Argentinië. En hij vraagt zich af, hoe kom ik daarmee weg? Ja. Donald Trump, die zat hier links. En die heeft zoiets van, ja, jij bent dan verantwoordelijk voor heidense, voor 35.000 burgerdoden. Maar als ik nou 35 miljoen burgerdoden maak, dan vallen die burgerdoden van jou, die vallen in het niets. Ja. Donald Trump die wil nog iets meer burgerdoden. Even kijken wat het volgende plaatje wordt. Dat is ook leuk. Donald Trump komt binnen en allemaal fotografen. Ja, dat vind ik ook zo'n idioterie. Waarom al die fotografen?
Ik wil gewoon een verslag van wat ze besproken hebben. En de gein is dat Donald Trump iets gaat bespreken. Ja, dat mag je niet horen. Nee, je mag een foto maken terwijl Donald Trump naar de geheime bespreking gaat. Ja, oké, joh. Homo. Oh, daar komt hij weer aan. Dat is een grote vriend. Je ziet al gewoon, hè? Je ziet al gewoon aan die Jorge Mario Bergoglio. Van, ja, jij komt er misschien makkelijk mee weg. Maar ik heb 35.000 burgerdoden op mijn rug liggen. En die schreeuwen in de hel om wraak. Ja? En jij loopt er hier een beetje leuk te doen met je Trump-toren. En een beetje een leuk gezellige PR. Ja, maar ik ga naar de. Ja, ik ga naar de kloten, snap je? Ik hoor nog een beetje geluid op de achtergrond. Ga ik even killen. Nou is het weg. Dat geluid hebben we niet nodig. Dat is ook zoiets. Wat doet die vent aan de rechterkant in zijn witte stoel? Wat heeft hij te vertellen? En waarom heeft hij een keppeltje op zijn kop? Waarom heeft hij niet gewoon dezelfde kapster als Donald Trump? He? Gewoon haarimplantaten met cavia haar. Dat kan toch wel? Want een cavia schaamhaar, dat is echt een heel zachte vorm van haar. En dat moet je gewoon implanteren. En hij heeft dan zo'n keppeltje. Oké, dan gaat hij gewoon lullen tegen de Amerikaanse president. Nou, laten we kijken wat er gebeurt. Ja. Ja, Donald Trump is het er helemaal mee eens. Iedereen staat klaar met de camera's. Oh, en er staat ook nog een kruis. Als jullie mij een beetje kennen. Ik heb een vriend en die is geboren in Hamburg. Van een moeder. En hij woont met zijn moeder in de buurt van Leuven. En dat precieze adres is niet makkelijk te vinden. Niet voor iemand zoals ik. In de tijd op die zaterdagochtend. Maar hij weet dat een kruis in je huis, dat doe je niet. Dat is idolaterie. Ik heb wel een kruis in mijn huis. Bewust. Ik weet wat Jurk Klinsmann bedoelt. En ik heb toch een kruis in mijn huis. Dat zijn twee stukjes hout. Daar kan je geen barbecue van maken. Dat stelt helemaal niks voor. Gewoon twee stukjes hout. Meer niet. En wat is dit? Dit is goud. Deze viespuik, die moet zo snel mogelijk aan het... Hij is gewoon ook een eikel. Hè? Hij zegt ook gewoon van zichzelf, ik ben een eikel. Want wat denk je wat dit puntje opslaat? Hè? Hij is een eikel. Behandel hem dan ook zo. En die Donald Trump, ja. En dan zit hij helemaal niet blij te zijn. Dan denk ik ook van, waarom ben je niet blij? Hij is natuurlijk jaloers op Donald Trump, want hij denkt van, ja, Donald Trump, die heeft lekker urineseks. En ik zit morgenochtend om 4:00, moet ik weer de mis gaan doen. Een of andere koude stenenstapeling. Ja, jij zit een beetje te lachen, want jij hebt een Trump Tower. En je mag iedereen neuken. Nou, kijken wat er verder gebeurt. Oh ja, even kijken wie nou zijn dochter is en wie nou zijn vrouw is. Maar goed. Even bestuderen hoor. Even kijken. Ik denk dat we hier kijken naar een uitermate ontevreden Paus Franciscus de Eerste, die vroeger Jorge Mario Bergoglio heette en verantwoordelijk was voor die 35.000 burgerdoden, waaronder een aantal medewerkers van de katholieke kerk. Van mensen die er echt in geloofden. Die heeft hij ook gewoon laten vermoorden. Dat interesseert hem, ja. Maar nu zit hij zo'n beetje van, ja, ik heb misschien een beetje, ja, ik weet niet hoor. Sorry, ja. Ja, ik denk het ook, ja. En dan zie je daarna Donald Trump. Donald Troef op zijn Nederlands. De troefkaart. Hè? En die lacht zijn eigen helemaal kapot. Want die heeft zoiets van, nou, ik heb nooit iets gedaan.
En dan links van hem, vanuit de kijkeraars gezien, daar moet zijn huidige vrouw staan. Ik hoop dat ze ook aan plasseks doet. Sorry, voor dat vieze woord. Urineseks doet. Daar wordt van hem gezegd dat hij dat in Moskou betaald heeft lopen doen. Laten doen. Ja, maar nu is zij bij hem. En ze zegt ook van, ik pis gewoon ook over je heen hoor. En dan zit er helemaal links daarvan. Dat is zijn dochter, Ivanka. Nou, die zijn... Ja, ik zou zeggen, die vrouwen hebben hetzelfde als die Jorge Mario Bergoglio. Hè? Paus van Franciscus. Ik kan het bijna niet uit mijn bek krijgen. Jorge Mario Bergoglio. Paus Franciscus de Eerste in zijn witte pakkie met zijn slappe lul. Ik wil ook... Ik wil ook wel een keer... En ik zit een beetje Donald Trump te steunen. Nou, daar ben je op hoor. Dat kan zomaar de volgende paus zijn, hè. Die zegt van, ja jongens, was een leuk idee. Maar niet tot aan mijn dood. Maar deze lullo, daar word ik alleen maar jaloers van. En dan ga ik in tegen het zesde gebod of zo. Van de 10 geboden. Gij zult niet jaloers zijn. Gij zult niet begeren, uws, bla 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 bla. En daar heeft Jorge Mario Bergoglio ongelooflijk last van. Want hij denkt, ik begeer Donald Trump, want hij heeft geen 35.000 burgerdoden op zijn geweten. En ik wel. En hij een beetje lachen. En die vrouw, ik weet niet hoe die dan weer heet of zo. En waarom heeft hij die vrouw uitgekozen? Maar goed, dat zal wel kloppen. En dan die dochter van hem, met die vage sluier. Ja, ze ziet er prachtig uit hoor, maar geen probleem. Maar echt vrolijk. Ze lijken me allemaal niet, behalve Donald Trump, die denkt van... Ja, you are not going to... Laat ik me even op het Engels goed uitspreken. You are not going to JFK me. To JFK, John F. Kennedy. Die Amerikanen hebben zo'n gewoonte om ieder zelfstandig naamwoord te gebruiken tot werkwoord. Hè? Dus John F. Kennedy, dat is gewoon een zelfstandig naamwoord. Namelijk de naam van John, Johan, Frederick. In ieder geval Kennedy. Dat is een naam. Het is ook een begrip. Die Amerikanen, die kennen dat. En die Paus Franciscus de Eerste, die denkt, jongen, hoeveel vrijwillige schutters denk je dat ik kan regelen? Voordat ik je maar nog een keer zo afzeikt als je me nog een keer over mijn handje aait, alsof ik een homo ben. I'm gonna take you down, man. En die Donald Trump, die denkt echt van, dat doet hij niet. Dat doet hij ook niet, hoor. Wil je kan Donald Trump niet doodschieten. Er is momenteel geen reden voor. En die vrouwen van hem, dus zijn eigen vrouwen of zijn nieuwe vrouwen. Donald Trump is gewoon een fornicator. Zo heet dat op zijn Engels. Dus als Donald Trump hier dan luistert met de NSA-vertaling, dus module of zo. Hij is een fucking fornicator. Hij neukt gewoon. Het maakt hem niet uit hoe hij neukt, als hij me neukt. Huwelijk, I don't fucking care. Ja? Daar beticht ik hem van. Misschien heb ik het fout hoor. Zo'n vrouw, zo'n strakke vrouw die rechts van hem staat met die zwarte, ja kom op, waar ben je mee bezig, hè? Echt, het is zo zielig voor woorden hoor. Ik pis niet over Donald Trump heen, ben jij gek? Ik heb laatst iemand hier over de vloer gehad en die zegt ik pis over je kop heen, en ik keek naar haar en toen dacht ik van nee, dat ga je niet doen. Je kan het wel zeggen, maar dat doe je niet, tuurlijk niet. Ik map je voor je billen. Even kijken wat er met meer gebeurt. Ja? Freeze frame, oké. Okay. Wat staat hier dan? Oh, daar heb je weer die... daar heb je dus weer... Dit is dan die dochter, Ivanka of zo. En dit is dan iemand die er helemaal niet meer in gelooft. Die denkt van, waar haal ik mijn toelage voor mijn mascara
vandaan voor de komende maand. Want dat heeft ze echt nodig. Om er een beetje spannend uit te zien. En daar zat een Donald Trump. En die blijft in ieder geval met zijn poten van de pauze af. Nou, lijkt me een heel goed idee. Even kijken wat de volgende is. Oh jee, dat is een treurige foto. Pauze. Oh kijk, en hier is de pauze tenminste blij. Kijk. De pauze heeft echt zoiets van, kijk. Ik heb geen Donald Trump in mijn buurt. En die paus, persoonlijk hoor, maar laat Donald Trump gewoon John F. Kennedy. Laat hem gewoon doodschieten. Kom op, dat heb je gedaan met Abraham Lincoln. Niet zo moeilijk. Hij moet gewoon lachend zeggen. Jongens, ja, je moet een beetje lachen. Hier heb je, ja, en een plan om Donald Trump dood te schieten. Klauw hem gewoon over zijn kop en gewoon zijn klapje op zijn hand geven. Ja, dat heeft toch geen enkele zin, meneer Jorge Mario Bergoglio. Je hebt 35.000 burgers laten vermoorden in Argentinië en dat hielp ook niet. En dan denk jij dat je geeft Donald Trump een klapje op zijn hand en dan komt alles goed. Nou, ik dacht het niet hoor. Eikel, wat is dit dan weer? Oh ja, dat is een geintje. Dit is gefotoshopt. Dit is gewoon zonder meer gefotoshopt. Okay. Vergeef het die mensen. Gewoon geintje. Even kijken of ik er nog in had. Oh, dit is ook een hele leuke. Hier zit audio bij. Die ga ik even aandoen. Dit is een Amerikaanse dame. En die heeft het over het... De toneelvoorstelling die gevoerd wordt met Donald Herdo. Je kan ook zeggen Donald Duck, maar ik vind Donald Duck iets meer mannelijk dan Donald Trump. Ik vind Donald Trump eigenlijk gewoon een zeikwijf met zijn stomme Herdo. Maar dat zijn gewoon persoonlijke meningen. Even de audio hangen. Gaan we even luisteren naar de Amerikaanse dame. Minister, and we're going to look at the body language of the other nation state leaders, and just explain what's going on. Let's have a look in normal motion. I try to remain unbiased in regard to politics and political spectrum. Je zag, ja? Donald Trump, die gebruikte zijn rechterarm om iemand opzij te duwen, om naar voren te treden. Daar gaat zij het ook over hebben. Dat bespreekt zij helemaal uit en te na. Alleen zij spreekt Amerikaans. Okay, so let's look at that in slow motion and I'll explain what's going on. Here they are, all come up, walking over. You'll even see this nation state person here, this head of state. His lips are closed. So he's probably quite nervous and a bit anxious being amongst all these sort of alpha and alpha males and alpha females walking with this group. Wat wel leuk was, ze zegt alpha males and alpha females. Het alfa is het dominerende, of de dominante. And there's the push by Donald Trump. He is trying to obviously get in the middle of the group. You've got your group of alpha males and your alpha female. Typically, leaders tend to be alphas, especially of nation states. So that's why you've got your group of alpha males and females. En they're all giving him the attention. Ja, het is gewoon geweldig. En die stropdas van Donald Trump, ik heb het al eerder gehad. Donald Trump is het de tweede keer dat ik hem af ga lopen pissen. Want hij houdt van urineseks. Tenminste, dat stond in de krant. Hè? En Donald Trump heeft nog niet zijn rectificatie geëist van... Ik hou helemaal niet van urineseks. Houd er mee op, ik vind het vies. Het prikt in mijn ogen. Hey, Donald Trump laat het lekker over zich heen komen. Nou, dan mag ik ook over Donald Trump heen pissen. Dat vindt hij toch lekker. Maar die stomme blauwe stropdas en een beetje gewoon de head guy lopen spelen. En hij is helemaal de head guy niet. En die vent waar we net over hadden.
Die Jorge Mario Bergoglio, die verantwoordelijk is voor 35.000 burgerdoden in Argentinië ten tijde van de vuile oorlog. Daar zit hij gewoon lekker pushy-pushy, heentje-heentje. Misschien, dat zal toch niet. Hij zal toch geen homoseks hebben met Jorge Mario Bergoglio. Dat hij zegt van ja, ik vind het ook niet goed dat je 35.000 burgerdoden hebt veroorzaakt in Argentinië. Maar jouw anus, die smaakt naar slagroom. No eye contact with the leader of Montenegro. It's just, I am the top dog here. I'm going to preen myself right now. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Deze dame die spreekt vrij snel Amerikaans. En ze maakt een goede analyse. En kijk naar zijn handen. Want hij heeft geen oogcontact. Hij is alom tegenwoordig. Hij lijkt de fucking Vicarius Christi wel. De plaatsvervanger van degene, net als de paus. Close my jacket, boss, chin up, ignoring all the rest. And the others are absolutely surrounding him, giving him that prestige of being the top dog. Ja, natuurlijk. Kijk, iedereen wil bij Donald Trump in de buurt zijn. Niet bij mij. Ik heb nog net geen uitkering. Maar zo rijk ben ik. Niemand wil mij steunen. Ze denken allemaal, wat een loser zeg. Laatst in de kroeg dat iemand tegen me zei, waarom pleeg je geen zelfmoord? En ik keek naar die klootzak en ik dacht van ja, als je dat graag wil, dan begin een peer-to-peer crowdfunding dinges organisatie en schiet mij verrot. Now we've got this woman coming in and I think she's seen everything and she's soothing things over, sort of breaking that tension. Having said that, Donald Trump comes in with a real point at her, maybe to put her in her place, or maybe just to again show who's boss. Okay, he was asking a question, she nodded, obviously, and now she's soothing herself. But if you look at Donald Trump, he's got his hands clasped firmly in front of his body, so that. Ja, dat moeten jullie ook doen. Er was zo'n liedje vroeger van Walk Like an Egyptian. Do-do-doom, do-do-doom, do-do-doom. Van de Bengals. Hè? Tegenwoordig kan je zingen Walk Like a Police Agent. Als je dan toch je body language, want daar is Donald Trump dus erg goed in geïnformeerd. En hij is gewoon gezonder dan Hillary Clinton. Maar de bedoeling is dat Hillary Clinton, die wordt zo dadelijk president. Dat wordt een grote grap. En dan zit ze in een rolstoel of zo. Zoals, was ook zo'n president van Amerika in een rolstoel. En die doet dan ook wat de paus zegt. Maar nu even terug naar deze lichaamstaal. Dit is precies de lichaamstaal die je moet hebben. Donald Trump staat recht overeind. Hij heeft zijn handen gesloten. En hij kijkt in het rond als een Caesar. En hij betwist gewoon de stoel. De C heet dat ook wel. De S-E-E. Hij betwist de stoel van de paus. En de paus die haat hem. Is a degree of anxiousness here. Well, there has to be. If you're going to push another nation state person out of the way so that you can get in the middle, that naturally coming in, then you know that there's a degree of anxiousness with Donald Trump. This guy here has an incredulous look on his face. So he saw everything, she saw everything, and so did this woman here. Typically with females amongst a whole bunch of alpha males or males in general, they sort of change the dynamics. So in a way, it's a good thing having these females there. Dat vind ik ook. Je moet er altijd vrouwtjes bij hebben natuurlijk, om een beetje te mengen. En wat zij volgens mij zei, is dat het linker ventje, deze, dat ook een femaletje is. Hè? En de rest is een beetje van, ja, wat doe ik er eigenlijk? Ik sta in beeld en ja, ben ik in beeld. En, ik ben in beeld hoor. Oh, hier, dit is denk ik ook een vrouw.
En deze echt loopt female te zijn van, dag Donald Trump, ja, wat denkt u zelf? And of course, still not giving attention to the people around him, just waiting for the photo opportunities. And this must be the host here. So let's look at this in ultra, ultra slow motion. So here they come, smiling. This man here has got his mouth pursed or closed. He's probably a bit insecure with all of the nation state media in front of them. This guy's got his eyes wearily on the middle of the pack here. And here we go, smile. Yeah. What ze bedoelde was dat die ene man die heeft zijn lippen gesloten. En die man die zit echt helemaal te focussen op het middelpunt van de pack. En een pack, dat slaat op een wolfpack. Dat is een, hoe noemen we dat, een roedel. Maar dan niet van honden, maar van wolven. Miles, unaware, gets pushed out. And steps right through into the middle of the alpha male circle. And you've got your alpha females here on the side. This guy saw everything, that's why we have a big grin on his face. Okay, touches his lapels, pulls it down, chin up. These people saw everything. Now this guy here, head of the Prime Minister of Montenegro, he's not giving eye contact. Donald Trump's not giving eye contact. Both knew exactly what happened here. He's taking a deep. Dat is een hele goeie. Niemand kijkt naar elkander. Dit is een geregisseerde voorstelling. En het is net alsof er iemand naar voren treedt. Die is totaal, ik zou ook zeggen dat Donald Trump, die moet op zijn knieën gaan liggen. En gewoon billen omhoog. En ja, laat de paus lekker komen. En dat hij tegen de paus zegt van, doe alsof ik een jongetje ben van 14. Ik heb mijn anus helemaal schoon geschoren, alsof ik een jongetje ben van 14. Breath. Here's Donald Trump. She had her hand out open. She's now self-soothing herself. Ja, ze had haar hand open, maar nu heeft ze dus haar andere hand om de ene hand gesloten, zodat ze haar energie niet verliest. And he clasps his hands. This guy takes a deep swallow. Ja, en die man hiernaast, die gaat ook plotseling meedoen. En die heeft echt een stomme stropdas, gewoon een zwarte stropdas. Het lijkt wel eentje van de Blues Brothers of zo. He probably saw everything. I know he's looking out here towards the media. And now moving on to the host here. Everybody's eyes on him. Let's get rid of the awkward situation. Still this guy is smiling. Here we go. Inderdaad, hè? Want die kerel zit de hele tijd te kijken. Big smiley. En wat denkt die... Wat denkt die vent? Dat is Amsterdamse, dat is geen scheldwoord. Maar wat denkt die vent wel niet? Dat hij hiermee wegkomt? En hij heeft dus een Bordeaux-rode stropdas. En hij dus een Bordeaux-blauwe. Nee, staat niet Bordeaux-blauw. Hij is wel een beetje blauw, hè? En dit is ook zo'n stropdas. Ze kunnen allemaal per morgen opgehangen worden. Je moet aan die stropdas aan de voorkant moet je ze trekken en dan zijn ze dood. Oh, looking around. Happy. No idea. Pushed out the way. Who's this? What is this? The alpha male. And as you saw that, Donald Trump had a tongue coming through his lips just there. Ja, die wil ik eigenlijk even terugzien. Bekeken. Kom maar even terug. Zien we de tong van Donald Trump tussen zijn lippen uitkomen. Even terug. Hè? The alpha male. And as you saw that, Donald Trump had a tongue coming through his lips just there. Even terug. No idea. Pushed out the way. Who's this? What is this? The alpha male. And as you saw that, Donald Trump had a tongue coming through his lips just there. Ik
kan het niet zien. Slight tongue coming through. That means, you know, as a child, when you poke your tongue at someone. So he's pushing someone out the way, poking tongue, saying, I'm here, I'm coming in the middle, guys. No eye contact. And there, that face right there, so he's a slightly unsure as to the consequences of what just happened. See, this guy saw everything, smiles. Okay, Donald Trump, die is mede verantwoordelijk voor tot nu toe 1 miljard burgerdoden. Dat heet democide. Demos, dat is volk. Grieks is dat. Demos, die kan ook gewoon het volk vermoorden. Dat is best makkelijk trouwens. Want je zegt tegen het volk, jullie mogen geen wapens. En vervolgens geef je allemaal wapens aan allerlei criminelen. En dan knal, 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 bang, 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 bang. En Donald Trump, die haakt daarin mee. Nou, dan kan Donald Trump ruzie krijgen met Perry Franciscus Martinez Winkel, geboren te Bovenkerk, momenteel wonende te Arnhem. Burgerservice nummer 059-668-301.nl. Daar krijgt Donald Trump geen ruzie mee, hoor. Waarom? Ik zou niet weten waarom. Hij kan een van zijn agenten op me afsturen, maar of hij zoveel geld heeft om mensen zoals Perry Franciscus Martinez Winkel te gaan vervolgen. Want als hij mij gaat vervolgen, ja, hoeveel meer moet je er dan nog vervolgen? Er is een boek in het Oude Testament, het boek Samuel. En het gaat over afmaken. Donald Trump kan mij niet afmaken. Dat is mooi pech voor Donald Trump. Maar hij krijgt wel ruzie met mijn vader. En niet nu. Ja, nu gaat alles goed met Donald Trump. Hij heeft een mooie azuurblauwe stropdas. En volgend weekend weer urineseks in Moskou. Of in de Oekraïne. We maken het uit. Er zijn overal wel arme vrouwen. Die bereid zijn om een slipje uit te doen. Dat kost geen drol, man. En dat weet Donald Trump ook. Punt is, Donald Trump gaat een keertje dood. En dan gaat mijn vader aan Donald Trump vragen, vlak voordat hij dan echt weg is. Voordat hij gekozen heeft. De heren gekozen heeft. Hè? Zit hij eventjes op dat scheidingsgebeuren. En er wordt er aan Donald Trump gevraagd. Waar is de waarde? Waar is de vrucht van jouw urineseks met die Moskouse vrouwen? En dan kan Donald Trump zeggen op dat moment, oh, maar dat heb ik niet gehad hoor, dat stond alleen maar in de krant. En dan vraagt de heren, waarom heb je dat niet uit de krant laten halen? Wat was de waarde van het feit dat er van jou werd gezegd dat je urineseks hebt gehad met Moskouse vrouwen? En waarom... En dat je dat op het internet liet staan. Dat wil de heren van Donald Trump zo dadelijk weten, hoor. En die... Ja, nee, ik ga niet vloeken. En ik ben helemaal niet tegen seks op wat voor manier dan ook. Je mag voor mij ook dinges seks doen. Ondersteboven seks. Dat is de nieuwste mode, schijnt dat. Ga je ondersteboven seks doen. Dat is niet standje 69, maar standje 96 of zo. Wat ben ik erop tegen? Maakt mij niet aan. Maar Donald Trump heeft van zichzelf laten publiceren dat hij seks heeft gehad met prostituees. Dat heet fornication. En het Nederlandse woord, dat schiet me nu even niet te binnen, maar het is in ieder geval sodomie. En dit is dus een sodomiet die je nu ziet. En die andere, ik hou me in, hè. Die andere meneer van die 35.000 dode burgers in Argentinië. Oh, ik heb 35 dozen. Oh. Ja, hij gaat verantwoorden waarom hij zich over zich heen heeft laten plassen, volgens de krant. Daar heeft hij niks tegen ingebracht.
Hij heeft die klootzakken niet eens aangeklaagd. Kortom, hij heeft het gewoon gedaan. En waarom niet? Ik ben er echt niet op tegen. Maar waarom moet dat in de krant staan? En hij is een beetje in de rond te lopen met zijn zwarte pak en zijn blauwe stropdas. En aan mij vertellen dat ik BTW moet betalen. Over mijn plasseks. Dat laatste was een grapje, moet er echt even uit. Volgens mij ben ik er nou down. Hoor. Dit was hem wel. Even dat laatste stukje. Even luisteren naar die mevrouw. No eye contact. Lapel being pushed down. Hand up, submissive gesture. Takes the focus away from the awkwardness. Doubles down. And changes the subject. And moving on. So part of the reason why Donald Trump won the presidency is because of his ability to adopt or really utilize his alpha maleness in the situation. People like leaders, even though he's really pushy here, they still like leaders because they show that they're going to push things through. And that is what's happening here. Hope you enjoyed this video. This is The Dialogue. Please subscribe and like. Okay. Zij heeft het over de male alpha, alpha male awareness. So. Sommige mannen zijn alpha males. Dat is helemaal niet het geval. We hebben die Rooms-Katholieke Kerk. En Donald Trump, de Rooms-Katholieke Kerk is een organisatie. Johannes Paulus de Eerste, dat was een paus, dus een onfeilbaar mens, vanaf 1978 of zo. Ik kan het nu opzoeken, maar laat me voor de grap mee doen. Waarom niet? Leren jullie ook nog wat, hè? Paus Johannes. Yep. En dan de Eerste. En hoe liep het met hem af? Hier staat dus letterlijk. Is te groot. Nee, sorry, iets kleiner. Johannes Paulus. Kijk wat ik nou. Ja, want hier staat het. Paus Johannes. Paus Johannes Paulus de Eerste, geboren als Albino Luciani. Forno di Canale. 17 oktober 1912. Dus zeg me even niks. Vaticaanstad, 28 september 1978. Oké. Okay. Oh, hij is geboren. Hij is geboren in 1912. En hij werd paus in 1978. Want hij was paus van de Rooms-Katholieke Kerk van 26 augustus 1978 tot aan zijn dood. Oké. Zijn pontificaat, dus zijn pausdom, duurde 33 dagen. Nou, daar kan je blij mee zijn. Je kan nu al weten dat als je paus wordt... En ja, je doet het een beetje te vrolijk. Heb je 33 dagen en is het weg. Wat staat hier dan? Hij was de eerste paus met een dubbele naam. En hij was de enige die het achtervoegsel I... de eerste aan zijn naam toevoegde.
volgens mij is dat echt wel waar. Hij ging door voor een bescheiden man. Ja, die moet je gelijk afmaken. Ja, ik denk dat dit een hele goede vent was. Jammer dat ze die gedaan hebben. Maar goed, ja, zo gaan die dingen bij de katholieke kerk. Ze hadden, Johannes Paulus I had het gewoon ook moeten weten. Van waar bemoei je je mee? Huh? Ergens in het boek Openbaring, daar staat van ga weg van haar. Ga weg van de kerk. Stay away. Dat is gevaarlijk, man. En hij heeft dat met de dood moeten bekopen. Nou, bij deze, jullie weten dit nu. Ik ga al die dingetjes die ik voor jullie heb opgezocht, nu sluiten. Dan weet ik tenminste dat ik ga afsluiten. Hè. En jullie gaan je geen zorgen maken. Jullie gaan je beseffen dat er iemand is die meer van je houdt dan ik. En die persoon die heet Christus Jezus. En die weet wat houden van is. Ik ben alleen maar een zeurneus op het internet. Aan mij heb je niks. Maar lees je fucking Bijbel. Als je in de Bijlmer woont, dan mag ik gewoon zeggen, lees je fucking Bijbel. Als je in Velp woont en je bent heel netjes opgevoed, dan zeg ik, lees je Bijbel. Want dan weet je wel dat ik het serieus bedoel. Het kost je heel veel tijd. En die tijd is wel besteed. Ik beloof het je. Anders mag je. Dat is wel vrijmetselaars eet, weet je wel. Oh, dan mag je mijn darmen eruit snijden en op mijn tenen laten hangen. Je mag mijn pik frituren voor mijn ogen en dan open snijden als een frikandel. En met uitjes en mayonaise en ketchup opeten voor mijn ogen terwijl ik doodbloed. Als ik lieg. Afgesproken. Dus de volgende keer dat jullie naar mij luisteren, heb je minimaal 1 Bijbeltekst gelezen. En op zijn Hamburg zeg ik tjus en dag lieverds.